Yo, Simple Fans, Cas hier. Vandaag ga ik iets reviewen. Ik ga bakvet eten. Laat me zitten. Gadverdamme. Hoe heeft hij de auto zijn mik gekregen? Oh. Dat ligt hij nu heel random. Nou, in ieder geval, wij gaan vandaag weer een nieuwe update doen. En ik kan nu ook niet de dinges op pauze zetten. Ik ruim hem wel even op. Ah, godverdamme. Ben je gek hoor. Oké, sorry. Ik moet even nadenken, serieus. Ik heb naar Call of Duty Black Ops 1 gespeeld. Ja, Black Ops 3 is uit. Maar, toch. En er gebeurde... Wauw, echt een real mindfuck kreeg ik in één keer. Ik snapte er helemaal niks meer van. Maar in ieder geval, waar gaan we vandaag op doen? En vandaag ga ik een verhaal vertellen. Ik ga een verhaal vertellen. En nu zullen we denken, Cas, what the fuck, je maakt nu hier reclame voor Energy. Ik ga een verhaal over Energy vertellen, hoe ik eraan begonnen ben, hoe het een beetje uit de hand is kunnen lopen met dat. Maar dan gaan jullie weer van, je maakt er reclame voor. Nee, laten we gewoon een keer wat geks doen. Laten we gewoon een keer alle fuck the rules, fuck the politie. Nee, grapje. Steek je middelvinger op naar politie, justitie. Oké, dat zou ik echt nooit doen. Ik heb wel eens politie uit de sirene, maar daar ga ik geen middelvinger op steken. Want dan ben je de lul. In ieder geval, waar gaan we vandaag het verhaal? Waarom ik begonnen ben met Energy Drink? En fuck iedereen, fuck de hele wereld. Dus ja, let's go. Wacht hoor. Ja, ik vind het zo kut. Ik kan hem nou niet op pauze zetten. Anders... Wauw, dat had veel tijd gekost. Ik smaakte niet even van die bakfit, maar toch. Oh, in ieder geval, C.M. Mulder. Godverdomme! Ja, dit, sorry, ik kan me echt niet op pauze zetten. Nog meer naar onderen. Nog naar de MF Webshow moeten we dan. Terwijl dit ook veel handiger kon. Oh, dit ben ik alweer te ver. Bijbord. We gaan helemaal een jaar terug in de tijd. En dan 23 november 2013. Oeh, we gaan terug in de tijd. Even het horloge, dan zetten we... What the fuck? 23 november 2013? Nee, dat zou echt gaaf zijn als je tijd kon reizen. Maar toch, het wel weer. We gaan terug in de tijd, 23 november 2013... voor die tijd had ik al wat mensen gezien die dronken Energy. En toen dacht ik, laat ik het ook eens proberen te zetten. Dus ik pakte wat geld. Zit in mijn zak. Ik heb dingen in mijn zak, bitch. Ik had wat geld bij me. Dus ik pakte zich helemaal fijn. Ik ga naar de schommels. Yeah. Dus ik ging naar de supermarkt. Het eerste wat ik kocht was Red Bull. Ja, hou is het mogelijk, gek. ja, fuck Red Bull. Gewoon echt tering slecht. Weet je hoe... Ik vind dat echt zo goor, hè. What the fuck, zo goor. Echt fuck Red Bull gewoon. Ik weet, sommige mensen zeggen shout-out erin. Maar fuck dat gewoon. Je krijgt een dikke mail van me. Want ik vind het echt zo goor. Ik heb een keer... dat was een keer van... even kijken. Was dat ook? Oh ja, toen zei mijn vader, wil jij een pak popcorn voor me halen bij de winkel? En toen had ik daarvoor ook een YouTuber gezien die drank Energy. Dus dan gaat dat weer in je hoofd en dan moet jij ook weer wat kopen. Dus ik kocht Red Bull. En wat gebeurt er? Ik drink het op en daarna dronk ik melk. Nou heeft Diana mij een keer gezegd van, Energy en melk, dat gaat niet goed in je maag. En dat voor mij gebeurde het ook. En ik was een week ziek. Ik was hartstikke ziek. Serieus, hartstikke moe. Zondag was het helemaal mis. Toen heb ik gewoon op de grond geslapen. Oh nee, toen heb ik gewoon op de grond geslapen, op de bank geslapen en in bed geslapen. Dus zoveel schade heeft dat mij aangeleverd. Gaan we even weer, nou ja, we
toen waren we alweer wat verder in de tijd. Voor mij was dat 2014 zomervakantie. Nu gaan we naar 2015. 9 augustus. We waren bij de Kuip, dus bij Feyenoord. En ja, toen vroeg ik aan mijn vader, want ik zag dat ze de Red Bull verkochten. Toen zei ik, mag ik een blikje Red Bull? Ja hoor. Dus ik had hem op en toen moest ik plassen. En ik kon niet plassen, want het was echt fucking druk daar bij de wc. Dus ik heb iets van 1 uur, 3 kwartier mijn plassen opgehouden. Toen ben ik naar het station gegaan. Toen heb ik daar 50% gegeven aan die mensen. Toen ben ik daar naar de wc gegaan en ik was tering misselijk daarna. Echt, what the fuck. Ik werd wakker, helemaal knor, knor, knor. Wc, niks bijzonders. En ja, je weet wel, poep. En toen in één keer was het over. Helemaal over. En toen heb ik bedacht van, ik ga nooit meer Apple denken. Echt alleen als er niks te kopen is bij... Als er is een blikje Blue Bastard. Nee, Bullet. Dan koop ik dat. Fuck Red Bull, hoor. Tering slecht. Oh. Echt fucking goor. Nou heb je, dan heb je dit ook. No Fear Extreme. Ik weet niet wat dat is. Het is wel normaal. En je wordt er niet ziek van. Dan heb je weer wat geleerd. Tot de volgende keer. What the fuck. In ieder geval, dat was het dus. Toen was ik nog jong. En er was nog niks aan de hand. En niet ziek. Dus, ik heb het opgedronken. En toen een keer later bij een vriend. Toen zei hij, zullen we energy al? Ja, Red Bull gehad. Toen vond ik het ook al niet meer zo lekker. Toen heb ik gewoon, moest ik korrels op mijn deur. Toen later... ik heb toen voor mij de eerste tijd gewoon Red Bull gedronken. En toen de verdere rest van... Toen in één keer dacht ik van, hey, laat ik eens Slammers gaan kopen. Dat je heel veel gezien hebt vroeger, toen nog in 2014. Met Diana. En dat heb ik toen geprobeerd. Toen heb ik daar weer een tijdje aan vastgedaan. Toen zei ik een keer tegen iemand, ik moet nog Bullet proberen. Heb ik weer Bullet gedaan. En toen weer Albert Heijn. En toen weer dit. En Megaforce. En al die andere zo. En zo kwam ik uit bij gewoon dat ik een beetje afwissel. En dan heb je weer wat geleerd. En tot de volgende keer. Dat ik een beetje afwissel. Dus, yeah. En, ja. Maar dat waren dus de dingen die dan toen uit de hand zijn gelopen. En er zijn ook een paar uit de hand gelopingen. Zijn dat ik wel eens een hele week had gedronken. Waar ik nog steeds wel soms spijt van heb gekregen. Want je kan hartstikke ziek ervan worden. Soms werd ik ook wel eens ziek. Een beetje diarree of zoiets. Buikpijn, maagpijn, al die andere klachten. Eigenlijk ben ik eigenlijk er gewoon immuun voor. Ik ben heel veel immuun voor dingen. Ik heb geen last van ziektes en zooi. Ik heb geen suikerziekte of aids. Nee, geen aids. Suikerziekte, bloedproblemen. Dat bestaat dus ook niet. Bloedproblemen. Ik heb geen suikerziekte en. Ik ken al die rode honden. Ik ken al die ziektes niet zo. Astma, ja. Dat heb ik allemaal niet. Ik hoef niet in buisjes te blazen en pillen te slikken en al die andere zo. Ik ben gewoon gezond, maar daar kan je ook veel over doen. Ik ben gewoon immuun voor heel veel dingen. Soms denk ik wel eens van, shit, allergieën. Wauw, echt wauw. Soms denk ik wel eens van, hoe moet je ze leven? Misschien mag voor sommige dingen, als je stel je voor, weet ik veel, hagelslag. Je hebt er allergisch voor, iemand heeft een broodje hagelslag, voel je gelijk val, ambulance, 112, weet ik het allemaal veel. En zo is jouw leven. Dus ja, maar dat heb ik dus ook niet. Dus eigenlijk is het gewoon voor dat ik geen heb om te dan is, ben ik gewoon in de good. Yeah. En dan die dode notes, what's up, motherfucker? In ieder geval, ja. En daarom kwam er laatst ook zo ambulancezooi bij ons op school. Hij heeft het ook allemaal uitgelegd dat het niet goed was. Maar toen dacht ik, ik ben heel veel immuun voor dingen. En als je het een beetje rustig houdt, dus niet 20 blikjes in een week, zoals misschien sommigen doen. Doe gewoon eens maar. Ik ben niet verslaafd. Ja, ik ben wel verslaafd. Maar niet zo verslaafd. Ik gewoon 2 blikjes op een dag. Dat heb ik nog nooit. Dus ook wel. Fuck off. Fuck off. Dun, 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 dun. In ieder geval, ja. Dus dat was mijn
dat was het verhaal. En gaat het ook nog eens eindigen? Ja, misschien als ik oud ben of zo, maar... Nee. Je moet genieten van het leven. En als jij geniet met... met een biertje als je 13 bent. Als jij geniet met een sigaret. Geniet lekker door. Zal mijn zorg zijn dat je in het ziekenhuis belandt. Echt serieus. Ik zal geen kaartje voor je gaan schrijven. Ik meen het echt. Ik zal wel zeggen van... Mijn eigen schuld. Ziekenhuis belandt. Ja. Dan schrijf ik ook geen kaartje naar mezelf. in ieder geval... Ja, dat was mijn verhaal. En dan heb je weer wat geleerd. En tot de volgende keer. ja, dat was het eigenlijk. Dit was eigenlijk de korte versie. Want er zitten nog veel meer dingen bij. Ja. Er zitten nog veel meer dingen bij. En er zit echt een heel verhaal aan. Maar dat ga ik niet allemaal in één update vertellen. Ik hoop dat jullie het een leuk verhaal vonden. Ik vond niet eigenlijk een verhaal. Ik had het meer van verdacht. Maar ik weet niet meer. In ieder geval, ik moet zo weg. Dus ja, ik sluit niet mee de update af. Wil jij nu een kans maken op dit bakje bakvet? Koop dan nu 2 treetjes en eentje bij de winkel. Stuur ze naar mij op en je wint nu bakvet. een grapje. Geef me gewoon de blauwe duim. Geef me een blauw duimpje. Abonneer even en dan heb je weer wat geleerd. En tot de volgende keer. Prink!